YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. We gaan vandaag weer gezellig met jullie op avontuur en we gaan kijken wat we gaan beleven. Half 10 in de avond. Ik ben net gebeld voor een ritje. Het is een hele warme dag geweest, dus ik zit nog lekker op een ijsje te eten. Hij is te koud, moet het zijn. Ja, als je gewoon heel erg druk bezig bent, dan denk je niet goed om je vocht. En ijsjes vind ik gewoon lekker, dus daarom eet ik lekker een ijsje. Ik ben onderweg naar de dierenambulance. Het is weer een nieuwe dag, nieuwe ronde. We hopen natuurlijk nooit op gewonde dieren. Maar ja, de hele dag daar een beetje zitten is ook niks aan. Maar ja, we gunnen de dieren het beste natuurlijk. Soms rijden wij in gebieden waar we niet mogen rijden. We zitten aan een federatie vast die bepaalt waar wij in welk gebied wij mogen rijden. Er is een dierenambulance hier in Friesland die 9 van de 10 keer de telefoon niet opneemt. Of ze willen er niet op rijden, allemaal dat soort slappe excuses. Ik vind dat je dan geen dierenambulance bent. In dit geval gingen wij er rijden en de gekraagde roodstaartjes die we zo meteen te zien krijgen, die komen al jaren bij de meldster in de tuin en melder. Nu zaten er jonkies in, alleen vader en moeder kwamen een paar dagen niet meer opdagen. Dus hij heeft besloten om ons te bellen. Nou, wij wouden daar super graag op rijden, omdat het best wel zeldzame dieren zijn, heb ik me laten vertellen. We hebben ze naar de opvang gebracht, waar ze snel voeding kregen, omdat ze al een paar dagen zonder eten zat. Moeder vloog niet meer aan, of vader vloog niet meer aan. Ze kregen ze geen eten en hun zaten daar hartstikke zielig alleen. Maar we hebben ze naar de opvang gebracht en als het goed is, moet het goed komen. We hebben bij het water nog even gekeken of de moeder waterhoen daar zat. Dit is helaas niet het geval, dus we hebben ze naar de opvang gebracht. Ook hebben we deze kleine nog opgehaald en naar de opvang gebracht, zodat hij aan kan sterken en de natuur weer in kan. Ik loop even een stukje, omdat je ook natuurlijk gezond bezig moet zijn. Dit is wel helaas weer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik hoop ook dat jullie gaan abonneren en dat blauwe duimpje omhoog gaan doen. En dan zie ik jullie volgende week weer. Check jullie later.